Ja, je zult wel denken, wat staat die cheert voor aap? Dat klopt helemaal. Hé, Jan? Zeker, want je hebt een olifantengeheugen, cheert. We hebben deze petjes op omdat we bij Zoo Tycoon zijn geweest, hè? Ja, en dan krijg je zo'n mooie cap. Ik moet zeggen, die van jou is wel echt wel een stuk indrukwekkender. Ik mocht uitzoeken welke ik voor jou mee zou nemen. En de keuze was natuurlijk heel makkelijk gemaakt. Ik voel me een beetje in de aap gelogeerd. Oké, Zoo Tycoon, Jan. Ja. Ik had tot voor kort, en ik was 3 weken op vakantie, dus dat was er niet zo gek. Want helemaal niks van Zoo Tycoon gehoord. Maar je kent Zoo Tycoon toch wel? Dat is een oude Microsoft franchise, voorheen altijd op de PC. Nu voor Xbox 360 en Xbox One. De Xbox One versie werd hier hoofdzakelijk getoond. En het is een tycoon game waarin je dus dieren moet managen. Als het ware. En de geest van Bill Gates waart rond in deze game. En dan bedoel ik Bill Gates, de man die zijn miljarden langzaam aan het weggeven is. Ja, want je hebt namelijk apen in de game. Nou, onder andere, maar het is meer het goede doel achter de game. Het is zo dat een deel van de opbrengst van Zoo Tycoon gaat naar het Wereld Natuurfonds. En een organisatie die wilde dieren weer terugzet in de natuur. Ja, en het leuke daaraan is, jij hebt invloed op waar het geld naartoe gaat. Dus op het moment dat jij ziet van, hey, er is een hele zeldzame olifant met roze stippen, is doodgemaakt in Kenia. En dat komt in het nieuws. En dan denk jij van, hey, maar ik vind dat niet oké, man. Wij moeten onze olifanten doneren aan het wild. Dat kan in de game. Je kan ze uitzetten in het wild. En op het moment dat er bijvoorbeeld een target is gehaald, zoals 1000 olifanten zijn uitgezet in het wild, zegt Microsoft, oké, dat is een hele goed community. Wij geven nu 100.000 euro's aan die organisatie voor die olifant. Oké, dan even over de game. Wat vond je ervan? Ik vond het tof. Ik had wel zoiets van, ik vond de dieren er heel mooi uitzien. Ja. De rest van de game niet per se heel erg next gen in die zin van, wow, ik word helemaal gek. Maar ik vond de mensen er ook echt fantastisch uitzien. Er waren nogal wat. Je kan helemaal in je park rondlopen. Je kunt ze zelf voeden. Je kunt alle hoeken en gaten van het park kun je vanuit allerlei standpunten zien. Nee, absoluut. Het zag heel goed uit en het was heel smooth. En de in- en uitzoomen. Maar het is gewoon Zoo Tycoon. En dat is voor mij eigenlijk al genoeg. Maar het is, ik vind meer gewoon, het is niet per se, weet je, bij next gen games verwacht je soms revolutionaire nieuwe dingen. Maar dit is gewoon een enorme upgrade van Zoo Tycoon. Maar wat vind je nou van de casualness van de game? Want laten we eerlijk zijn, dit is wel echt gericht op kids. Kids en mensen die Zoo Tycoon gewoon leuk vinden. Het is heel laagdrempelig. Je krijgt voortdurend hulp. Je wordt echt aan het handje genomen. Als je niet snapt wat je moet doen, kun je via hele simpele menustructuurtjes de hulp inroepen. Je kunt je afvragen, is het wel uitdagend genoeg? Maar goed, je kan wel researchen, je kan wel gewoon al die dingen doen die je eigenlijk in een tycoon doet. Alleen er zit een soort van casualness overheen, waarbij je als echte hardcore fan, denk ik, iets te weinig aan je trekken. Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat het meer een customization outdoors game is dan een hardcore tycoon. Ja. Nou goed, Jan, laten we even een hapje eten en dan gaan we verder met de rest van de game. Wat eten apen eigenlijk? Pinda's. Nee, bananen.